Nee, om de simpele reden dat als je als constructeur hier bij ons in Europa auto's wil slijten, ja, dan moeten die voldoen aan een aantal vastgelegde veiligheidsnormen. En dan maakt dat helemaal niet uit of die auto's in kwestie aangedreven worden door een elektromotor dan wel een verbrandingsmotor. Dat betekent dus ook dat een elektrische auto niet meer of minder risico zou lopen om vuur te vatten. Dat is uiteindelijk de reden waarom deze vraag gesteld wordt. Hè? Wel zo is, als een elektrische auto in brand zal vliegen, dan doet hij dat met andere brandeigenschappen. Wat bedoelen we daarmee? Wel, je loopt meer risico op een thermal runaway. Een thermal runaway is een soort van kettingreactie die ontstaat als een cel binnen de batterij zou exploderen. Die gaat namelijk andere cellen aansteken, die gaan op hun beurt exploderen en dat is dus een thermal runaway. Het probleem daarbij is dat eens die kettingreactie is gestart, je die nog heel moeilijk terug stilgelegd krijgt. Eigenlijk is de enige methode die we daar vandaag voor hebben. Ja, of het hele spel uit laten fieken, of de auto onderdompelen in een bluscontainer. Maar, boodschap van vandaag, een elektrische auto is aan zich niet onveiliger dan een auto met verbrandingsmotor. Een elektrische auto loopt ook niet meer risico om vuur te vatten, maar als hij effectief brandt, ja, dan doet hij dat wel op een eigen gereide manier.